Repair Café is ontstaan eigenlijk door de Stichting De Vleet, want die hadden er meer. En toen was er Kant Elshout en die heeft met Marianne van Vliet, die heeft het mee opgezet. Het is eigenlijk een succes. Mensen laten hier dingen repareren, wat eigenlijk te duur is voor hen te betalen in de winkel. En wat voor soort producten komt u het meeste tegen? Het meeste komen we tegen kleding en elektra. Maar ze kunnen ook bijvoorbeeld fietsen laten repareren, een band laten repareren en een mouw vastzetten wat los zit. En dat draait eigenlijk goed. Gaat eigenlijk heel goed. Zijn de meeste nieuwe elektronica eigenlijk wel te repareren, omdat ze alleen maar dichtgeschroefd zitten? Klopt precies. We hebben dingen, dat is heel veel van Chinese kwaliteit. En er zitten schroefjes aan, dat kunnen wij echt niet openmaken, dat lukt ons niet. Maar we zitten hier in de kringloopwinkel en dan kunnen we voor de mensen een alternatief aanbieden. Deze die is goed, de bruine. Ja. En dan ga ik naar de blauwe. En de blauwe is niet goed, dus de blauwe die is ergens. Oh ja. Hey. Ja. Nou, dan knippen we hem hier eraf en dan... Ik heb vanmorgen bijvoorbeeld een koffieapparaat gehad. Het koffieapparaat is de pomp kapot en qua leeftijd is het niet te repareren. Maar dat kost het meer dan een pomp erin zetten dan het apparaat waard is. Maar ik kan ze wel via de kringloop een ander apparaat aanbieden voor weinig geld. Waarom als vrijwilliger? Ik ben afgekeurd en ik doe dit al 6 jaar. En ik heb de Repair Café mee opgezet. En dat vind ik eigenlijk heel leuk. Maar ik doe het niet alleen. Ik doe vrijwilligers. Ik heb daar bijvoorbeeld Atje zitten en doe de kleding. En ik heb hier mensen van de Elektra. Dus het is niet voor mij alleen. Maar ik vind het heel dankbaar werk dat ik iets kan betekenen voor de medemens. En hoeveel mensen komen hier een beetje gemiddeld maandelijks? Voor de Repair Café maandelijks, ja, dat is heel verschillend. Soms een paar en soms heel veel. Vanmorgen, deze keer zijn jullie bij mij. En het is heel druk. Het is echt druk. Het is heel gezellig. Het is leuk. Mensen brengen wat en ik kan wat betekenen voor de mensen. Vind ik leuk. Er wordt zoveel weggegooid tegenwoordig. Er zitten allemaal materialen in. En dat is kwalijk voor de mensen hun portemonnee. Dat is kwalijk voor het milieu. Dus dat is een hele gedrevenheid. En wat is het meest bijzondere wat u tegengekomen bent? Nou, iemand had net een nieuwe jurk en daar was ze mee in een bramenstruik blijven hangen. En daar hebben we nog heel netjes weer mooi kunnen maken. Dus daar was ze heel blij mee. Dat vond ik zelf ook heel grappig. Kijk naar... Omdat er een doek binnen is gedraaid, ja. Is het mogelijk dat er restjes doek of zo nog in het ding zit. Maar ja, goed. Nee, u bent de radio aan het repareren. Wat is er aan kapot eigenlijk? De ingang van de voeding van de radio. Er zit een klein printje en dat is toch gevoelig met wat bewegen. En die printsporen breken dan af. En dan hebben we gesoldeerd. En dan werkt die weer. Dan is de klant, of dan zijn de mensen, moet ik het nou weggooien of moet ik het nou niet weggooien? En die zekerheid willen wij geven. Dat is eigenlijk de opzet van het verhaal. Zo, die doet het weer. Weggooien, mooi niet. Repair Café is altijd tweede dinsdag van de maand van 9:30 tot 11:30.